Jorie. Ja, daar ga ik naartoe. Kijk, ik zal hem hier zetten. Voilà, kijk, het is aan het uitnemen. Voilà. Ja, dat ik eigenlijk eens wil weten van jong Pippi is van... Hoe was hij eigenlijk toen het Noordloog op begust? Ekke? Ja. Ik ben geboren in 24. Ja. In januari. We waren in Noordloog aan 10 meiden, hè. Hier. In 40. Was je bij aan 10 mei en ik was 40. Ja. Nee, dat ze toen... De Duitsers toen popering bombarderen tot de mannenspring. Ja. Weet je wat dat is? Echt, tot de strijdenspring. Ja. Ja? Dat hadden we dan de bierfiesten vanavond. Ja. Ja? Ja, ja dat spring. Dat was aan de mannenspring en dat echt heel fantastisch mee te wist. En toen hadden ze er die vliegers en toen een brand gekomen en daar ook een bombardeerde. Ik heb nog gekeken door dat er een vent voor het smeet maakte, de zevenkotsen. Ja. En betuigen dat dat eigenlijk toen begon. Nou ja, toen had dat, ja, vroeger had ook, het jaar 38. Want toen was hij nog stil. Jaar 38 had er ook mijn bezorgd geweest, dat was toen. Ook dat dus die kleine landjes dan gewoonlijk, zeg maar zo, wat ja, komen. Ja, gewoon ook, hè, dan meestal begonnen allemaal. Hè. Ja, maar dat had hij maar weer toen had doen, het jaar 38. Maar toen in 39, omtrent ook in november, het had toen was het definitief geweest. Ja. Ja, dit zit dan ook wel met al die kleine landen hier eerst. Hier had dat wel wat te mee in jouw werkkeer. Ja, het is niet lang geduurd. Hoeveel dagen is er over dat? Wanneer? Om hier te passeren door België. Door België? Ja, Nederland. We zijn daar als we beginnen. Ben je hier in mobiliseerde was in november. Ja. In november? Ook als er een mobilisatie was. Ja. En toen, als ze toen hier arriveert, ja, hoe ligt het? Als hier toen begon. Want België is hier. Ja, België, hier is dat, nou kan niet zijn, nog iets van mij, hè. Ja. Maar want die onze hier begonnen met de Duitse bombarderen, maar ja, dat was toch wel een beetje rotten, hè. Maar toen was ik hier, Odo zit toen 16 jaar. Ja. Ja. Eigenlijk te jong om in Belgisch leger te gaan. Ah ja, maar ja, hè. Ja. Ken ik maar mijn kozul doen. Je weg, ja. Mijn kozul. Ken dat niet, we kennen dat je kozul. Je leerdienst. Ja, hou even op, maar je leerdienst. Nou ja, want je was toen zeker een jaar of 18, hè. Maar ja, hè. In 42 toen. Ja. In 42. Ja, 42 was het 18. Ja, ik had een kazuil moeten. Maar je wist het toen nog niet, hè. Je wist het juist in een kazuil, ik weet goed wat. Van een dienst, ja of niet, hè. Ja. Nee, maar nou je een litteken hadden. Dat mag nu niet hebben, hè. Is dat? Ja. Like, hier kan ik geen weten, die Katrine weer hadden. Ah, nee. Oh. Of als je... Like mijn broer had... dat was in juli en jaar 44. Had een onkel Jetten? Nee, nee, hè. Een ander niet. Bartje die doodde. Ja. Ze zijn toen hier gevaagd geweest. In juli en jaar 40 was ik geweest. Ja, het moet liggen wat jaar 40 geweest zijn toen. Als je weet, dat was in... Moet ik wel echt erbij? Ja, ja, dat was in mei. In mei en 40 hadden ze zitten hier bij huis nog. Net als ze zitten hier vochten. Dan ze toen hier neergeschoten en vliegen hier aan het zomers. Ja, dat moet het jaar 40 geweest zijn. Dat was toen, in juli 2014, en we waren bezig met Sleeplink verhoren. Wat was het verhoren? Sleeplink. Ook dat was Noosten. En we waren met Noosten, dat was toen nog geramasseerd. Ja. Tegen die overblijf. Dat is Sleeplink. Ja. Zo, en toen, en ze zijn er, die vliegen vochten, en dat was ongeveer vanuit te vroeg, hè. Om 7 uur. Op attackeren en in de lucht. Ja. De Duits en die Ierse. Wat had er toen gebeurd? Nee. Worden er toen naar rocht.
En wie woont ook weer in de voormiddag met dat leeklijk verhaal. En ik moet die vier kan hier en hier aan ons liggen. Ja. En ik dan met het lang echt ben opgegeven, dan moet je zeggen, kijk, we gaan aan de rozen, hè. Maar we gaan weer met dat verhaal. En ja, ik creëerde met pijn. En die pijn worden dat schrik moeten, hè. Van die vlier, hè, ja, kijk, het engineer van het object soms zo. Ja. Van, weet je, hoe dat spelletje vindt dat? Ja. Toen dan best wel om recht zat. Ik kan nog wel kijken. Dat vlieg neer als... Weet je, dat een Engelsman is die er neer is, dat het. In de grond. In de grond. Ja, dat die grote witte hond is. Omdat die grote witte hond rondloopt daar. Dus van beneden naar rechts, om te naar beneden. Nee, hier over de beker met je rechts. Ah, daar. Daar in het land, ja. Ik heb nog ook geen... Beneden naar woorden, eigenlijk. Ja, ja. Rechts. Wat zijn dat toen die vlieger... Een vlieger uit om, die vliegmachine zit er in de grond. Stil? En, ja, en ik ging toen naar huis met de pijn en die pijn moest naar schrokken van die vlieg die vocht. En Bertje zat die karren met dat sleeplicht en had die de vorken mee. En die vorken is ook afgehangen en die ook. En de vorken die door zijn armen stek. Allee, ja, zo, dat was zo'n snee. Ja. Zo, men wilde toen een dokter toe komen. Hè. En de dokter zei, wel ja, hoop ik, maar het is nog niet veel complicatie. Maar er waren acties in. Weet je wel, toch acties? Ja, dat is een voor toe te komen, hè? Ja. En toen dan had ze nog een andere klem. De klem, ja, dat en is het toen aan storm? Nee. En dat was toen zeker wist. Maar hoop, like, al die zeven dingen heen gekomen. Ging in huis en werd ze weer leger. Weer leger die mensen niet controleren. Alleen? Nee. En wat was dat toen in die kazel? Die moesten toch gaan, maar dat toen opbrengen? Een lipper. Een kazinnenlipper? Ja. Bij de stoosje? Ja, ik weet niet, we zagen wat dat toch was. Moest je hier nog plannen, dan zit het bekijk maar. Fotograferen, zeker, ik weet niet wat hoe leer. Het was er doorheen. Ja. Oh. In die meibel mijn huis, die zo een beetje minder was, hè. Hoe minder is ja, zijn hoofd? Hoe minder is zijn hoofd. Ja, maar je moest het toch gewoon, hè. Ja. Dus de verzichting moest het gewoon. Zo moest je zien. En nu is het zijn in hem. Ze vragen bij wat voor hoofd hij wilde zien. Zie, wat hij dus deed. Als je in de landbouw was, of groente is, of als je tubberman was, of als je smet was, of schoenmaker, zie. Ze kost dat dan naast de noord. Als je maar ook mag, dat weet ze. En nu is er staan de vrouw aan die bij wat vervolgd zou hebben ze. Ja. En die zijn bij de vrouw ook. Stil. Maar toen komt toch niet zo stief in zijn ja, ze ja. Wist dat ook wel dat dan wel graag worden. En dat van, ze vinden zeker ook wel dat die Rutte alleen is. Ja. Ja. Maar toen, maar wat was die opsteed toen? Want je zei van, je was een bespelling, maar je bent, dat is toch hier tof familie? Dit. Maar, dit hier. Dat is hier tof. Dat is hier mooi. Wat wilde die toen? Hier een beetje achter. Hè? Een beetje achter? Ja. En waar is dat toen? Als je van Kapai gekomen. Ja. Je gaat rechts. Ja. Je gaat ding. Ja. Maar die is toch hier links. Allee, is dat toch? Ja. Ik kom van daar. Je hebt er nog niet zo ver gelopen om mee meteen te komen. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje meer te komen. Mijn broer was hier in Rotte. Met dat kleintje, hè. Ja, ja. Zo moest ik toen bij Snor lopen. En ik had ik papier nog geduurd te gaan naar Duitsland. Ja. En ik moest ik weggaan, ik had ik al in Duitsland de weg, ik moest hier komen. Toen ik naar Duitsland wagen moest, nacht natuurlijk snel pruim van 43. Ja. Nee? 8 april 43. Ja. En ik ben naar Rusland gekomen, 7 februari van 44. Met er eigenlijk BK 9 maanden naar Westen. Het omgeven, BK 10 maanden. Ja. Hé? Ja, wij hadden van...
vanaf april, mei, juni, juli, oost, september, oktober, november, december, januari, februari. Ja. Oh, hoe ligt het hier maar? Ja. Als ik zin daar is, kom ik even. Ik had ik toen 3 weken gezet. En tot 44. Als dat lag een beetje in 44, moest ik toen weer weg naar Zwitserland. Ja. Ja, en we hebben dan behuurd toen slecht met die vliegers en ja. Dat we nog een dag, drie dus vliegers die nu, ja. Wat zei je, 3 dus vliegers? Maar ja, al dan. Je zei het beste. En zit dan naar Duitsland? En er worden geallieerden ja, die eigenlijk naar Duitsland gaan. Naar Duitsland kan dat worden. Dat is dan eigenlijk het eindoffensief aan het inzetten worden, of hoe kan dat doen? Wel, die vliegers kwamen op. En met die vliegers, met die bombardiers, toen dat toen jagers mee. Ja. Je weet wat dat zijn, jagers. Jagers, dat toen een keer of die machine voor die andere weer te bewapen. Ja, ja, ja. Maar ons is het toernooi van Duitsland, die Duitsers gingen toen ook hadden, hè. Nee, die Duitse ja. Ging toen ook op en dat kocht het toen al even kort. Nee. De Luftwaffe. Ja, de Luftwaffe. Ja, dat was toch ze verraden. Ja, zeker ook, dat moet ik zeggen. Om iedereen cogeer te kunnen komen, moest de Hunter, morgen met zeven, moest de toen naar Holland is binnen, moest hij in een borg kijken. En als je in die borg kijkt, hij kende die weten die in dus naar Rus niet gaan. Verstaat je? Ja, ja, ja. Ah, die had ik wel van mij en dat kunnen we zeggen. Hè. En die borg, was dat dan ook een krijgsgevangene? Of dat ja, nee, het zou zo niet weten. Maar als een krijgsgevangene worden, dan worden we opgeëist. Opgeëist? Ja, dat is toch een waar. Ja. En, ja, kan ik toen. Kan ik papier toen ook nacht een beetje snel blijven, moest ik weer weg naar Duitsland. En 44. Mm-hmm. Nee, maar. Ja. Godverdomme, ik ga niet gewoon helemaal weer. Maar ik had papier nodig, ja. Ik kan het niet voor dat ik papier nodig had. Als je in je hinting direct op komt. Nu, kan ik papier nodig? En dat dagen van de deur van ik zijn 100 jaar. Snap je, hoe heb je dat nu toen? En dat de hun. En ik heb een brief geschreven, dus. En toen heb ik gezegd, aanmoeven. Hè? Mm-hmm. Doe het. Wat heb je erop gezet? Aanmoeven. Ja, aanmoeven. Nee? Ja. Dat geeft samen dat ze ook warm als het bier in het buurt is. Dan kijk ik in het is en aanmoeven. Mm-hmm. Zo kan je dat erop gezet, die brief, aanmoeven zou wezen. Hè? En toen. Dat een zoon zei toen een Russie van het andere wakker dus dat mijn verblinding. Zo, kan ik toen naar Russie komen? Hoe kan ik toen die brief schrijven? En ja, hoe dat goed aan kon was in Hannoveren. Ja, en ik werd al deur van het ring, maar geen droog. Maar kan ik die brief meegeven hier van Loker? Die naar het roep. En hoe noemde die mens? Weet je dat nog? Ja, oké. De smaak van de broer was het. Riem, Remy Riem. Remy? Ja. Lieve Remy. Eh? Lieve Remy. Remy Riem. Ah, Riem. Dat was wat. Ja. Nee, maar die vent zei, ja, en mij. Ik zei, nee, nou, zou je wel die brief meedoen naar mij en een dan over in de post zetten? Ik had die brief zelf geschreven, dat vlog erin en het adres dat, maar dan wist het niet meer. Maar ja. Nee, ik had ook niet staan in die meisje, maar dat zo en zo en zo. En dan die brief hebben ze zo gestegen. Nee, ze zo wat bedrag. Maar als hij naar over kwam, die brieven toch, is dat een post. Dus dan nu, die brief opleggen, dat mijn adres op de rug van mijn tus. Ja. Alleen dat ik tussen geschreven heb. Nee, maar die brief opleggen van de rust te komen, omdat die brief dan maar zo een post geweest had. Die brief is nou gewoon dat ik niet meer dat ik wachtte. Hoe komt dat? Maar, omdat je moest dat niet doen, is dat die brief in post deed. Ah. Je moest die brief opgeven en je daarmee geven. Ah, ja, ja. Die, dat was toen voor een beetje te verduidelijken voor de vloer. Ja, ja, ja. Dat nu, die brief is naar die boeren gewoon waar ik wachtte. Nou, zeg maar. Allee, hoe kan dat nu? Die brief komt niet toe, zeg, naar Hester, naar onze Hannover.
ja, die brief was dan al dat ze daar Marie in hebben. En zij ze erin naar mijn moeder zou gaan, met die brief. Allee. Ja, mijn moeder is best te zien weten en net. Ze zei, allee, wat kan dat nu? Ja. Mis wist niet van spel hoe het dat was. Zo, nee. Wist je moeder dat je niet vertrokken was? Allee, jongens, nee. Want ze speelde het spel mee. Als ik naar hier kom. Ja, ja. Naar hier? Ja. Zo, kan ik hier toch zeggen, die heeft de dan wist, hè. Wat niet langer, als het wonderen die dat wist. Hij had een plak gemaakt naar mijn broer over, dat toen het totaal naast me weer een ontvangt was. En wij, nu ja, die salaris zijn dan komen met die brieven, hè. De vaste dames hier. Ja, als ze er zijn gehad. Ja, als ze zaten in een andere geweest zijn, dan had die brieven geschreven naar boven. Ja. Nee? Maar waar is dat nu? Ja, het is een bombardement. Nee, ik kan dat van hier staan, dan kan je niet weten. Nee, kan je de jouw waar lopen of je kan je beroepen? Ja, nu, dat is een beetje stellen weer nu. Achterop zijn ze er toen aangekomen. Ons gewoon mee. Ja. Nee, maar ik was ook verwijst. Ja, bewijs zo dat ik in Rutland geweest had, maar ze wisten er niet meer. Ja. Zo. Ja, kan niet doen. Zo mee verdoken. Van 28 april tot 7 september. Is het dan om 1 september? Is hij weer een keer in februari, dus moet het van februari of ja, maar ja, dat is niet van februari, hè. Dat is al wat jaar 43. Ja. Maar is hij vertrokken in Duitsland tot februari? Ik zijn waar moet in februari. Ah, het is van februari tot februari. Ik waar moet in april in 43. Hij was weer in februari. 17 februari. En toen hij weer. Toen hij weer. Toen hij weer. Ja. Toen moest het toch weer waar nagedrukken. Nee, maar brief houden en zo gezeten doen. Op dat kwaad houden, maar niet gewoon. En toen, mee verdoopt tot 6 september van 44. Ja, de pong en dan komt. Ja. Nee? En toen? Maar je zat in Lokeren toen? Ja. En wat was dat? Ja, niet ver van Meteriems, van de Brugrozen. Ja. En wij, bij een ontvang, dat kreeg toen naar de west. En dan wie? Ja. Oh ja, hier, over dit is al veel. U ziet ze naar wij, hè? Ja. Goed. Met een nutter naar de bonen, een meugeltje. En toen door ze in zijn ze. Hoe noemen ze dat met dan nu? Goed. Tot dat hij staat kitten, hè? Een tunnel. Ja, dat was zo. Stond er toen twee stokken rechten. En tot hier een planken. En tot hier een planken. En je mocht hier door de deur krummen. En toen stond, ja, weer wijden, hè? Maar wat het er een afsluiting was. Of, ja. Voor de mensen, die moesten nog veel drinken, die hadden bij de landwegen. Dus. En wat? Ik moest hier dat deur opdrukken, maar dat was als een pak van de meisjes die we te boete gingen. Van, en zou je nog weten precies wat dat is? Ja, Lokeren. Waar? Ja. Wat pakt hier nog ook? Misschien moet ik het te hard naartoe gaan. Ik ga een keer in de notte steken, moet ik het tonen wat dat is. Nu van de aan hier. Moet ik het tonen wat dat is in Lokeren. Ik heb op een aardag, het is gewoon weer. Ah ja. Hé? Ik weet niet wel wat hier naar wat dat was. Ik heb toen dat dat ook wat broken was, ik heb toen dat een afrika genoeld. En waar meisje, ik zei dat, ik kan er een karme doen. Maar je zat daar en dat dus bij die mens, en kwam je tot buiten of leef je hier naar buiten? Thuis. En hoe kwam je bij die mens, wat dat via je neus? Ah, ja. En moest je dat voor de kant? Maar je moest je naar toe doen. Maar daar kwam er dus niemand er, hè. Maar is dat, worden dat kennissen van je ouders, die mensen, of? Maar nee, dat was mijn broer. Mijn broer, dat was, die wij was aan hem. Ah. En dat doet hij, was daarin, dat was niet zo bij oude meisjes, ja, die ook een keer kunnen doen ze wel. En dan noemde die meisje, had je dat nog? Godverdomme dan. Gewoon dat deze was. Frans moet dat weten, hè.
Ik weet dat toch een broek af, maar naar Brugge. Heb je eens Frans? Frans, wel. Een zoon van een object geweest. Een object, je kan? Hallo? Ja. Bundes? Ja. Ja, zo ja. En ik was niet door, maar ja. Ik moest hij daar niet doen, nee. Moest hij daar juist. Ik kan nu zijn weten dat ik daar niet ben aan tof. Nooit? Ben je nooit aan tof, vriend? Nee. Waar heb je toen niet? Waar heb je toen niet? Ja. Of ik... Ja. En dat kon je door. Mijn puppy toch? Ja. Maar je hebt dat toen gezien, eigenlijk februari is hij toegekomen, 3 weken, dus pak ik maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. 7 maanden heb je daar in een klein kotje gezien. Ja. En kreeg je bezoek van je moeder? En denk je, kan dat niemand? En kreeg je contact, soms een keer een brief vanuit wie? Niemand? Ik heb het niet, hè? Wist ik wat nog eens herkend dat hij daar was? Was ik vermist in dit land? Dat is echt niet van jaar. Maar hij zit daar in een klein huisje. Hoe weet hij toen van de buitenwereld? Dat is met Noordoger. Ah, wist hij dat? Ah, jongen, ja. Die mensen. Wist hij dat van ieder, hè? Kan hij dat maar weten? Ook ja, van wie heb je dat dan hoort? Dan de poon ging inkomen, hè? Dat je dat hoorde op 3 dagen van tevoren, hè? Dat je die tang voor de ringen hebt beroepen. In Frankrijk, ja, tang. Dat hij geen grote verplaatsing heeft. Ja. Als er misschien 5 kilometer in een dag en een half tijd over zich zou. Een stoel? Ja. Nee, dat koloniseren, hè? Ja. Als er een tegenstander. Nee. Nee. En dan die tank van één kant, 7 september. Die eerste tank. Nee. Een tank, die zag je dan iemand. En ten eerste de laatste timmer, de cyclisten. Hoe weet ik dat je van die tang? Mijn oude drinken en mijn oude draf hier in Nederland. Hou, laten om te kijken, want er zijn in de gracht naar een. Hou, dutje, hè? Nee, als toen zaten ze toen ook beschermingen zo op landbouwmaterialen, zo'n boom, om dan die in het midden van de route te brengen, voordat een beetje alleen tot en niet alleen die ik kan. Maar van waarover kwam die pol? Van over Frankrijk, hè? Ja. Maar van waar? Weet je dat? Ah ja, maar ja, van waar kwam dat dan? Maar als we zitten, zijn ze er zeker ook. Van, zitten, wacht ik even, hè? Die pol kwam uit Frankrijk, ja. Waar zijn ze er weg? Waar ze. En dan komt ze, wanneer ze er in een land in Frankrijk, dat is naar Havre. Naar de Havre? Ja. Die day. Die deed. Ja, ja, en die is mee en ze bombardeerde popper in de Dutch. Ziet ze, ze zijn van daar afgekeerd. Die Polen zijn ingekomen van in Frankrijk, dat was in 44. Ja. Zo in 7 september in 44 in popper. Want daar had ik toen naar huis gaan vergeten. Nou, toen nou ook ik, want die tang zijn van. Hij was ook in popper in het land? Nee, ik had naar popper niet aan. Ja. Ik van het dorp te worden akkoorden dan zijn Frankrijk worden, de Poon en de Dutch hier te hun plek maken. Hè. Ja, ze beginnen manoeuvreren. Ja, beginnen weggaan. Maar ik kan niet naar Ruzen komen, dat was toen geworden. Hè. Dat geworden toen een week, ja, ze meten pakken. Zeg, en die Ypperse gendarmen die toen aan is aan je moeder, die waren eigenlijk aan het collaboreren toen. Ja? Dat was eigenlijk een gecollaboreerde politie, want ze waren toen mee met de Duitsers toch? Ja, net als van Vaxelaars. Maar dat waren toen zwarte? Ah ja, die is dan in Lipperen, hè. En wat is er toen gebeurd met die meisje? Ja, dat was denken, hè. Wat zijn ze daar nu weer? De Vaxelaars hier, hè. Vaxelaars hier. Maar dat waren meisjes die meewerkten met de Duitsers. En de Polen kwam hier binnen. Wat gebeurde er toen met die... Ze is toen een straf, hè, wist of? Ja, maar ja, die Polen had niet erin gekomen. Ja. Ja, dat gaat er geweest om. Die Polen zijn niet erin gekomen, maar waar die niet echte Polen... Een tank. Ik heb er daar aan iets gekocht. Had die niet nog meer... Wie die dan weer dik zat. En die nu is... Oh, dat was heel ver, hè. Hoe noemt
Een mitrailleuse. Ja. Wat? Maar zie je dat niet? Die in de tank. Nee. Die twee eerste, die laatste, die Poolse tank, dat was een pomp. Die, zitten we mee met die eerste tank. En ze moesten, laatste, die prijzen. Om te kijken of er geen in de ziekenhuis die ja. Hadden verduurd zijn, hè. Dat ze beschoten zijn. Maar toen was er licht hier en daar door de school. Wat deden ze toen? Wat? Toen de ander die was gekomen, hè. Om de door de school te worden, dat deed dat toch een ander. En bij zo'n ver aan de grote traveur. En moet ik zeggen, het pijtje die in de stalling kwijtje zou het zo. Wat ligt af? Kom, ja. Zo'n pijtje. Kom zo diepen. Een meter lang, zitten ze altijd met twee, nee. En zitten bij ons nog met rijden. En die tank, maar mensen moeten gaan pijzen. Wat gaat die tank dan? En dan is die schappen op beneden dan. En dan is dat dan nog met de grond. Gewoon zo diep in de schappen. En dan boven het nadere recht. Maar goed, hè. Je weet toch wel dat is, maar dat was doorlopen. Wat was er dan te doen? Dat dat ik wist, ik ging dat niet doen, hè. Ik heb mijn haar niet mogen tekenen, maar ja. Ja. Tende van oorlogen, ja. Lekker ratten en een gauw. Ja. Nou, als ik kan ik toen door achter nog gaan kijken tussen Briel en Haver, ging dat. Tussen Briel en Haver ging dat dan opstuigen. En toen dat twee Duitse, lekker die kade lekkeren, hè. Die uitgaf naar de grote bonen. Ja. Zo is de kader dat. Zo is de Duitse in die kader. En wij, we deden toen om die eerste tank te passeren te worden. Toen woonden de motoristen. Die gingen en Nijmegen en ik kijk naar postingen, want er nog een Duitse met zo. En daar zaten er twee Duitse in die kader. En zijn ze er twee pomp door de schoot. Die hebben dat opgehangen. Want door die kadervijsters, hè. Die kadervijsters gaan uit naar de route. En over dit de kadervijsters gaan uit naar de noordkant, hè. Ja. En als de kadervijsters weet naar de zonnekant, hè. Mm-hmm. Dat was wat de koelte. Ja. En wat? Want dan kan men naar de winkel, hè. Met de hoek. Mitrailleuse. Wat? Ze doen dat, hè. Ja, wat te boven. Daar kwamen ze door, ze hielden dat op omsingeld. En dan zaten ze er allemaal wat in mee, hè. Ook dat hebben we geleden kasten. Ja, dat was toen op dat van de CSM zo opgetreven. Ja. Net dan ze dat bestoorden. En zijn ze toen naar voren dan. En we hebben kunnen ze dat doen, zeiden ze de die dingen met rijden en kouders weten. Wat zijn ze dat doet. En die 16 en de lange aan de route is. Met kruisjes, wat kruisjes, via kapelletje. Ja. Maar goed, hoor. Dat is toch niet te geloven, hè? Hè? Dat is toch niet te geloven? Ah, ja, maar ja, dat is... Ja. Hoe hebben er nu drie bewerkers kapelletjes het jaar 16? Van niet naar roken. Ze willen niet weer kennen op grond. Wat is dat? Dat zijn mijn petmakers, dat was goed. En wat was dat? Een bewerkers kapelletje. Kan ik dat broertje begraven als je dat ziet? Zo? Ja. Hoe ga ik toch maar eerst in de dan noemen, hoor. Het kapelletje niet, het is kapelletje. Ja. Net ja. Is dat een broertje van jou? Hè? Net is dat een broertje van jou? Maar ja, maar dat was toen niet al geweest. Ja. Ik kon dat van toen nog een honden en achter de noord. Ja. Die soldaten hebben leren het al geweest, hè. Maar ze wel niet werken op grond, hè. Ja, je doet het bier daar, hè. Hm. Nee, maar kijk, als ik nu laat en niet prettig zijn door, voor die operatie. En wij gaan drie keer mensen bij me naar huis, ook die toen van mij hoor, in Duitsland. En wij, en ook dat dienen, ja, dat deed je en dat en dat. En omdat ik verpleegster ben, dan moet je erover klappen, ja, dan is het ook geen. Als ze vertelde naar een groep geworden, nee, als je een dag woonde en weg moest naar Duitsland, je woont niet weg, ze kan kijken, hè. Hmm. En als je, waar hij was, als
Als je hier al zo niet rond zit, dan heb je nog eens mee, hè? Verstuk je? Ja. Maar goed, toch? Ja. Ja, maar een stuk, hè? Oh. Zeg, en je ging naar Duitsland en dat was met een trein vanuit Popering of vanuit Ipper? Of een trein? Echt Vlaamting. Een Vlaamting? Vlaamting, Ipper, dat is een kort trek. Maar waarom dat je kort trek? Je zult daar wel... Ik kan er een ding door. Op die niet willen, jongen, hè. Waar zijn ze er gelijk? Maar boven van hier naar hier. We leggen van hier naar daar 300 meter gelijk over de steen. Met drie Duitse soldaten. Hij slept. Ja. Aan de voeten. En ze slepen ze zo over de steen. En dat was het. Ik ging dat niet doen. Maar ze hebben liggen direct. Dat was toch. We krijgen dat weer ooit. Ja, dat er niemand die best een film mag doen. Maar ja, met de onze secundaar wordt dan. Alleen direct voor de komst. Zeg, en in februari 1944. Toen was Duitsland ook wel zwaar gebombardeerd, dat je daar aan het werken was. Ah ja, maar ja. En hij dat ook, want Hannover, was dat toen, is dat zwaar gebombardeerd? Ik weet niet, like de Rezen is zwaar gebombardeerd. Ja, maar Hannover ook. Hannover, dat echt heel hard plat had geschoten, werd in één af. Dat er 14 kilometer van waar ik kreeg was. En dat was met Sibes waar... Wat je hoorde, hè. Dat was af hier. En toen zaten ze toch van die... bom mee, die brandde, die bom of brandbom. Ja. Goh. Dat was een grote bom. Als ze dat dood is, weet dat brand. Brand ook zo. En ik zeg, ik zou me nog te nou die mensen dan over die in die kader zaten. En werd dat de rol stekt. Ja, toen heb ik ook weer, toch geen dokters. En het valt ook weg. Wat moet allemaal gewoon een meisje? Ja, ken ik. Kan ik als hier naar de rust kan, was je dat toch zeggen, om weer in Couchet kan. Ja, nee. In februari, in 44, Couchet er kan. Ja, we worden vertrapt, het brein, 10 achter het toe. Om weer naar de rust kan, weer eens in de rust kan. Goed, in Zutland dan, hè. Van waar ik kwam naar IJstrap. En toen van IJstrap. Van wat? Van? IJstrap. Dat ligt aan de Wezer. Ja. Vandaar naar denk Breem. Van IJstrap naar Breem. We zijn weer in drieën. Moest men weer in IJstrap zijn. Ook een coupon van trein naar Breem. En tot 10 nachten toe, om een nacht te duren, gaan ze het brein. Stel het? Ja. Die een brein dat een stortje van 2 keer onder zijn grond. Dat kon er zo, ja, een halve bocht. Waardoor dat door de bus reden. Of meter of hier, door de bus reden. En nog 10 meter, of 15 meter, als je toen zo aan een hand, rechts. En links, al onder de grond, naar waar we moesten naar van Bremen naar Sint-Pieter. En we waren rond 7 schnuchters, waar we kunnen, dat is alarm. Luchtalarm. Hè? Ja. Alarm is dat, hè? Ja. En de vliegen die weer opgaan. Ja. Toen moesten we weer al uit een trein en allemaal liggen in een kuilkader. Goed, een abri. Ja, een abri. En van de Aslan door te bombarderen toe, zit er een om je grote tank. Zo, door die oude Jutgen of Oldmoor, zit er een door de deuren. En als er dan een muur is, een stuk naar Thomas, een stuk naar Tachem, en dood was gespasseerd. Met een beetje een nieuwe rotte. Als je dat niet gezien, kun je dat niet zo. En als je weet hoor. En hij steen en zien die gebombardeerd worden. Wie? Hij steen en zien die volledig gebombardeerd worden. Of je dat van ooit zeggen? Ja. Hij dat gezien? Ja, die hebben we, hè. Maar ja. we zijn in Van de Rijstrap. We zijn drie betrokken naar de Rijstrap. En we worden in Breem 10 achter de toon benachten. Ja. Ze,
ze deden dat een beetje doof en bezig. Nee, niet zo zie. Voor het vechten, hè? Ja, hij rook je het niet. Nou, 40 kilometers van Hannover, je rookt dat je dat verbranden. Ja. Dat hier, als dat een kortje kan bombarderen, dan weer zo dat hier ook. Is de rook. Wat moet dat? Ja, hè? Maar ik meisje, dat doet een mannen springen of heel dan de arena blijven. Maar ik wist niet, toen strijders springen. Ja. Dat is steen over het college, hè? Ja. Dus wat ik vanavond eigenlijk vind gaan drinken? Ja, wij moeten kijken. Maar dat het staat daar op de muur van dokter Maarten. Is er duidelijk het stuk van Oudstrijders, van een keer opkijken. Dat is de Oudstrijdersplein. En dat is dan tot de arrest is, is dat dan bombardeerd. Ja, en nou die mensen, zaten ze dan van hier met hun? Wat mochten ze daaraan doen? Van mij worden ze eruit voor de stoortje van mijn popering te bombarderen. Ja. En zijn ze daar begonnen. En ik hier in Brabant aangezet toen heb ik van trein, de sporen van treinen, hè, want dat was, maar ze waren de mensen, hè, ze waren in de zee opgesloten. Ja, en maar je hebt verteld ook, je hebt een artikel mee gegeven, hè, dat was, wanneer was dat, hè? Leid het nog toe nu. Ah ja, maar ja, dat was van, dat was van in juli, dat was van een juli of 14. Dat was van de Duitse bussen blatten. De Duitse blatten toen richting Frankrijk, hè? Ja. En een ook maar om. Nee? Een ook maar om. Dat moet niet drinken dan zo. Hè? Want dat ze kolen inzetten. Ja, niet gekomen. Uitvergoeden. Ja. Oh. Nee? Dat was geen gedacht. Dat hadden we nog niet gedacht. En waar die Fransen, die Duitse soldaten zaten daar hebben, ze reden richting Frankrijk, maar ze worden achtervolgd van drie Ierse jagers. En he, die hadden naar de toetijden en zo. Brrrr. Dat was in juli. Brrrr. En he, dat zijn die deiners aan de toer. En wij nam ik, maar op die twee achter de trains was ze daar gaan om mee. En dan een omkeer van die kalongen, van die Ierse jagers, neerhoudt. Op een nussen van elkaar en die piloten door. Dan mensen, dat is aan ten oor, die dingen dat stopt in Brabant. En nee, omdat dat al een beetje bewend was. Dan ze ook als lukken, want hoeveel gaan ze dat doen, weg dat die tegen de voorzitter nog Frankrijk. Hoe vaak toch? Hoeveel ze dan de dagen gaan overblijven, dat die loon dringen, en zeg je dat één bloed naar die dring. Nou, weet je. Ja, zeg, je gaat werken bij die mens in Duitsland, dat was een boer. Ja. Ik herinner me, maar ik word nog redelijk klein, hè. Ik denk dat dat een jaar of 20 moet dat lezen, dat je een keer een bel net. Ja. Weet ja. Dat? En dat was met die mens ook. Ja. En was jij niet prin, hè? Ja. Dat hij er naar zo kwam, ja. En dan noemde die mens? Frederik Dirks. En was die boer dat er kwam, was die dienst in Nippers. En was die dinker, hè. Gewoon een man. Wat ik weet. Hoe noem je dat nu? Lekker dingen dat we kost hier nu. Die mensen zijn nipper, is dat? Nou ja, zat jij nipper in de commandaturen. En wat in de? In de commandaturen. Ja. De wijn bestellen. Ziet, dat zie die alles regeerde. Ziet, maar ze de Westmaal, gewoon toen er ook die Duitse zijn worden en die te vertalen in de dier. De koude burgemeester, dat was dan een beetje afhankelijk van de Duitse, hè. Ja. Waarom? Ja, dat nieuwe burgemeesters toch? Oorlogsburgemeesters. Ja, ah, ja, oorlogsburgemeester. Dat was wel een beetje bevriend met de Duitse, hè, met de Rotterdam. Ja, als ze er dan moet lezen, dan zitten die moesten het akkoordje indienen, hè.
als ze gewoon me verstoort naar ze eruit aan meten. Hoe kan ik toen achter Noord nog mijn naam al hier gaan eten met die Duits? Ja. Nou wisten. En een cafeetje dan. En wij, maar dat was al, dat was al een beetje Duitse zint, die burgemeester. Ja. Dus, maar die mensen die nu geklapt, die in Nipper was, ja. Dat was niet jouw boss in Duitsland, of ja. Toch? Dat was een Duitser die er in Nipper, ja. In Nipper zat. En die Duitser, toen die burgemeester van Olier, die zei, kijk, nee, dat is iemand die zo'n boete komt, die kan koeien maken en zo. Moet je zo'n keer dragen tellen, hè, van Gunther. Ziet, dat was al, ze de weg naar ons toe moesten, hè. Ja. Zoiets. Ja, zo zie je elkaar plaats. Zijn er eigenlijk foto's van een Noorlogen of van hier of... Maar dat was Gunther. Ja. Toen zijn er wel foto's. En waar is dat? Bijna dat. Om haar niet te laten, maar het was ik eigenlijk. Maar ja, veel foto's van Hunter. Ja, ik had geen contact aan, hè. Wie heeft die foto? Is dat Tante Maria? Of nee, wie is dat? Mezelf. Bijna Tante Maria was ze. Zie je dat ik kan vragen? Wat heb ik voor? Zie je dat ik kan vragen? Ze gaan ze weer rennen, hè. Ik kon een foto maken van de foto. Ja, ja. Want dat zou tof zijn dat we dat in die film kunnen steken. Ja, maar en hier? Hier dat hier komt met ook, naar hier west. En dan die echt kom, achter 25 jaar, en dan de baan dat er hier uit de kermis te komen. Ja. Maar dat zijn van ja. En was dat niet een beetje raar om je baas weer te zien? Ja, maar ja, waarom? En verstoor je dat weg? En dat je dat misschien wel in niet hebt eerder dat er hier een stuk gebeurd was. Maar ja. En dat achteraf wel weten. Wie? Die mensen, Jan. Je hebt dat toch verteld? Ja, en dat je achteraf weet dat ik er niet weggehouden heb. Ja. Maar het feestje dat was, had je nu zo weten, hè. Ja. Dan weet je, nu heb ik zo'n een ander over geweest. En achteraf nooit dat weten? Ook niet, dat weet of je maar niet heeft was ik vermist in Duitsland. Ja, ja. Dat is niet nou bekend. Ja, maar achteraf 25 jaar later, heb je dat toch verteld tegen hem? Nou, ik kan er vanuit niet, dat zei ze. Achter 25 jaar. Maar we hadden er een keer of drie westen toen. Ja. Waarom we naar wel kwam. Maar we hadden er, ik weet nog wel, om de eerste keer ging. Oh ja. Wat, verdomme dat. En waar kan ik toen binnen naar westen worden? En reed dan in die winkel daar, waar dat er dan mee afhangt van 25 jaar nog water. Maar ja, toen nog een meisje met dat ik nog kende. En wat was het in Rieke? In Rieken. Dat was een Naller. Ja, toen. Is dat een nut? Naller, dat was een groot water. En Eetel, dat was ook een water, de Wezer. Hè. Ik zei, ik had ook zo'n benauwd, ik moest die twee bruinen kapot smitten. En wat had dat dan, hè? Nee. Maar ik ging nu zo werken. Ik had ook wat meer benauwd, hè? Ja? Waarom zijn bruinen kapot smitten? Ja. Hè? Is dat dat? Hmm. Zeg, met hoeveel mensen werkte je toen op die boerderie? Maar ja, je kunt dat niet zeggen. Dat werk, dat was er zo, wat er veel werk was, toch veel hoog. Ja. En wat er weinig werk was. Zie, we waren zo, we moesten naar daar gaan. Goed, ik kom in de bus moesten werken. Mijn man nog 20. Op de militairmachine. Goed. Wat moest je in een bus werken? Ja, boom die omhoog had door 14, hè. Of boom die ziek worden, of kap, maar ja, ze namen de koning te kunnen, hè. Ze namen de motor. Weet je wat turf is? Ja, ja, turf steken, hè, de rond bruinkool. Ja. Nee, turf, dat zijn rondwonden, hè. Ja, dat stinkt. Dat kan 3 meter dieper zijn en 0 meter dieper zijn. En dat is geen platten, hè. Dat zijn partien van 100, 200, 500 wat zo'n. Die al overspoeld zijn, alles. En wij die nou niet met de boeren kunnen zien, hè. Gewoon zappig. Ja. En ze drogen dat toen. Die thuis, ze kappen dat er zo. Ook dit is lekker groot, kruiden moet steken zo. En mijn moeder moest dat toen op karwaan dit kunnen planten. En zo zet en zo weg. Dat deed dat toen een jaar op de droom. Een jaar? Ja.
Dus met 20, en worden dat dan allemaal een baan die dan gewoon... Benuimd. Ze denken dat niet. Maar gewoon wie er dan maar... Toen we regelingen van baan Hollanders. Hollanders en toen moet prisonier zijn, hè. En prisoniers van overal. Ja, ja. En de prisoniers zijn gewoon er al van het jaar... Die al van het jaar 38. Dat zijn de Polen en de Tsjechen ja, en zo. Ja, zo'n zijn er al 5 jaar. Mooi vent hoor. Ik weet nog wel, in de eerste tijd, dat was de eerste meier, hè. Dat die boer zei aan mij, ik weet het niet meer wat ik moest doen die dag, moest ik werken. En die Polen moesten niet werken. Maar zegt, nee, mijn kijk, als de nagekerfjeste komt, hier moet werken, en hier niet. En ik ga bij die Polen eerst een rette tabak, en vroeg eerst een rette tabak, ja. Voor hier dan mijn werk te doen. Ik zei, en we verdienen dat toen aan Mark. En hij zei, in het oog hoor naar mijn Mark. En Mark was tot oogvraag ook. Ja. Maar dan is het toch wel een frank te reuren. En een frank, maar kost je hoeveel kost dat brood dan? Ja. Ongeveer. Om te weten of je dat frank te werken was. Een frank. Kost je daarmee een kost maar dat was aan Mark, hè. Ja. En Mark was tot oogvraag ook in het huis. Maar hoeveel dat het broer was, ja. Dus je verdiende 2 frank noof? Ja, maar dat dan 30 mark te maken. Dus dat dan weer dat van nu naar dit betaald zijn. Omdat ja. Je toen niet genoeg verdiend en nog aantrekt nog. Ja, dat is wordt een correction. Ja, het moet zijn dat dat al weet. Poontje, ja. Van de 30 mark in de maand. Ah, hoeveel was dat? Kan ik moet nog een van mijn auto zien, maar dat is 18 euro. 18 mark? Of 18 mark van mijn auto zien, zo. Dat moet zo. Dat is van je mond werden? Ja, dat was voor een paar schoenen ook. En weet je wat we hier hadden in dit land? Dat was Dink Chabrein. Binnenbaan. Ja, Zal dat niet? Nee. Op de villa zat daar nog twee, een platenbaan, geen chabrein. Op alle villa's? Ja, zat dat niet. Dat daar nog mogen, twee chabrein, twee banen op mijn koos. Dan moet je naar Pallingbos gaan en achter de zoek op papier voor gezeten gaan. Oh. Op een plat? 18 kilometer ver, mijn villa moet plat. God, en toen 18 kilometer weer een keer. Ah ja, hij deurde wel mooi weer een keer. Godverdomme, dat was dat. Je ging bijna naar het einde van de weg geworden. Maar je denkt dat hij goed corona was dan vroeger. Mimi had dat nog gezegd tegen mij. Ja, maar die zei dat als een directeur ging. Dat ik een trage aardig, ik denk dat het een trage klop. Ja. Ja, godverdomme. Nou, maar als je kent, kun je dat niet gewoon gaan. Nee. En we wonen weer de dag. Mogen we er toen ongeveer. In dit land, we konden er. Hoeveel volk is er in dit land? 100. Nu? 5 miljoen. Wacht, ik heb bij er zijn 10 miljoen. En dat het 20 miljoen? Ja. Ik weet het eigenlijk echt niet. Het was dan 18 miljoen. Worden er een Duitse soldaat. Moeten. Dat was van 18 tot 15, was overgebleven. Mensen met die krepen en man worden, maar ook. Dat was overgebleven. Tot je 55 jaar. Ben je dan weer dan 18 miljoen vreemden worden? Goed. Weet je dat ik weet dat je een nationaal tijd naar een boerder hier met de daadmachine worden mee. Waarom ben je in de 20 jaar nationaal tijd? Tjekken, Russen, Fransen, Engelsen. Zeg, en kast je eigenlijk weglopen van die boerderie? Ja, nee, nee. Waarom niet? Dat ging niet van, nee. Nee? Je moest geen dieren. Toen dat toch geen controle is? Ik heb een eerste zender. Ik heb een eerste zender, ja, ik was er zo in, nee.
Tot dat ding was lekker paak of zo. Dat waren al zo luid rondom. Ja, de meisje weet dat niet. Maar de nacht en de, dat komt altijd eronder, hè? Ja, natuurlijk. Nee, de nacht, de hoze. Ja. De olie, hoze, dat komt altijd eronder. Ja. En ik kon nog gaan kijken omdat de olie er rondom. En dat was ook wat gebarricadeerd, zo met trots, want wij mensen omhoog en die balieren toen ook. Zo, ik ging daarheen met mijn velo dan, met ja, platte banden en ik had dat. Ja, dat is een ander gebruik. En ja, ik stond daarheen te kijken hè, en pas toen dat we Waardse dames hebben rood. En onze zo'n meisje op 15 ogen zijn, ze kijken naar mij en ze kennen weer. En ze zijn in mij, wat maakt ze weer? Oh, je bent toch een beetje. Ja, dat is een manier. O, zwees. Zou ik een beschoen hebben? Bist u beige of Franseuse of Engels of wat dan? Zijn beige, ja. Arbeider, zei ik. Nee, zijn ja. Oeh, boy. Ja. Oh, dat wist ze dan niet. En dat is wel een Auschwitz. Ja. Auschwitz? Ja, wist je niet wat dat was? Ja, die paspoort, hè. Kan ik dat niet. En nu is het maar een stuk bij me uit de hoede, maar die motorcyclisten en dan naar de gemeente. Dan zat hij daar met de tafel en de stoel daar. En zit de kam, een vrouw. Ook al het wat meer werd er zo, van arbeiden, woe. Een vol. Een vol. Ja. J'attendrai.